Ja. Ja, voorzitter, om te beginnen, ik moet toch even de heer Marquise bijvallen, want naar aanleiding van vragen van mij op de nota van wijziging wordt duidelijk door de heer Wiebes gesteld dat dit wetsvoorstel budgetneutraal is. Dus ook ik heb me op het verkeerde been laten zetten, want ik ging ervan uit, dit is budgetneutraal. Maar dat mag de minister zo uitleggen waar dan die 350 miljoen vandaan komt. Voorzitter, voor de zomer vorig jaar dacht deze minister al eventjes een klein douceurtje van de banken doorheen te drukken. Bij de noten van wijziging op de beleidsarme fiscale verzamelwet 2014 werd een klein aftrekpotje voor de financiële sector gelanceerd. Budgetneutraal, ik zei het al. Het mag geen naam hebben. Het was dan ook een hamerstuk. Voorzitter, wat zijn coco's? Het is weer zo'n exotisch product uit de koker van de creatieve geesten uit de bankensector. Het is een lening en kapitaal in één. Een winstverdubbelaar. De fiscale voordelen van een lening en tegelijk versterking van het kapitaal, zonder dat aandelen verwateren. Wie verzint dit? Het is een complex en risicovol product dat niemand begrijpt en waar we de bankencrisis aan te danken hebben. 6 jaar geleden bestond de coco dan ook nog niet. En nu hebben we 100 miljard aan coco's uitstaan. Alleen in Nederland al 25 miljard. Een ware hit. En dat coco's gevaarlijk zijn, konden we vorige week zien, toen de Deutsche Bank in de problemen kwam. De coco's verloren in één klap 30% aan waarde en de rentes schoten omhoog. In Spanje zelfs van 8,25% naar 18%. Zien we nu al de voortekenen van een nieuwe subprime coco-bubbel? Zo vraag ik aan deze minister. Je kunt het zien aankomen. Dat banken hun kapitaalpositie moeten versterken, daar is iedereen het wel over eens. Maar waarom moet dit weer fiscaal worden gefaciliteerd? Zijn de banken dan werkelijk zo zielig? Ze maken megawinsten. Vandaag zagen we de Rabobank. 2,2 miljard winst. Een winststijging van 20%. Ze keren megadividenden uit en betalen megasalarissen en bonussen. Hoezo? De banken zijn zielig. En waarom geeft de bank niet gewoon extra aandelen uit? Of houdt ze de winsten in? Ik heb eerder een motie met die strekking ingediend. Maar de minister wil er niet aan. Nee, de banken kiezen voor kortere balansen, minder kredietverlening, securitisatie en coco's. Met alle risico's van dien. En de minister faciliteert dit. Voorzitter, dat de schatkist hierdoor 530 miljoen aan belastinginkomsten mist, neemt de minister voor lief. En dat de banken hebben meegeschreven aan het wetsvoorstel is staand beleid. Dat moet kunnen. En dat gewone bedrijven de rente niet kunnen aftrekken is jammer voor hen. Zij hoeven tenslotte ook niet te voldoen aan die superstrenge kapitaaleisen die geldt voor banken. En dat hierdoor het gelijkheidsbeginsel met voeten wordt getreden is niet relevant, want een bank is tenslotte geen gewoon bedrijf. En dat er mogelijk sprake is van staatssteun ziet de minister met vertrouwen tegemoet, want tenslotte iedereen doet het. Voorzitter, ik had gehoopt dat het eindelijk eens afgelopen zou zijn met de steun aan de banken. Hebben we dan niets geleerd? Als banken hun kapitaal moeten versterken, moeten ze gewoon, net als elk ander bedrijf, een aandelenemissie doen of de winsten inhouden en niet giftige, complexe producten over de markt uitstorten, die ook nog aftrekbaar zijn ook. Daar komen ongelukken van. Voorzitter, de belastingvoordelen, de complexe producten, de risico's, de salarissen, de dividenden, alles blijft bij het oude. Ze rookten een sigaar, dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Chapeau, minister. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Aukje de Vries. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik beluister toch een duidelijke mea culpa van deze minister. Om het maar eens het beestje bij de naam te noemen. Want ook deze minister geeft toe dat dit wetgevingsproces niet de schoonheidsprijs verdiende. Om dit in een fiscale verzamelwet te doen, iets zo groots, iets zo belangrijks, en niet de Raad van State te raadplegen, dat verdient niet de schoonheidsprijs. Maar goed, het zij zo, het is gebeurd. Ik zei het al, ook op het verkeerde been laten zetten, doordat ik dacht dat het budgetneutraal was. Want dat zo hoort zo in een fiscale verzamelwet. Dat zijn meer technische wijzigingen en die weinig budgettaire consequenties hebben. Ik snap de uitleg van de minister, maar uiteindelijk kost het wel 350 miljoen. En dat is toch weer een
tegemoetkoming aan de banken. Ik vraag me af, en dat zei ik ook al in de eerste termijn, waarom die banken weer die tegemoetkoming moeten krijgen en normale bedrijven niet. Want banken hoeven geen medelijden mee te hebben. Als ik vandaag hoor dat de Rabobank 2,2 miljard winst maakt in deze tijd, 20% winststijging. En ik vraag me af hoeveel van die 2,2 miljard, misschien kan de minister daar antwoord op geven, gaat inderdaad naar het eigen vermogen en hoeveel gaat van die 2,2 miljard naar dividend. Voorzitter, dan nog de belastingderving. De minister heeft het over 350 miljoen en hij baseert zich op hybride instrumenten die gebruikt werden voor de inwerkingtreding van CRD 4. Maar na dit wetsvoorstel is inmiddels al 6 miljard aan COCO's uitgegeven. Gaat u afronden? Als ik het goed begrijp, betekent dat 100 miljoen extra. Dank u wel. Bovenop de 350 miljoen extra belastingderving. Zit ik ernaast? Ik laat me graag informeren. Of dank zien we wel. Straks die 350 miljoen 700 miljoen worden? Dank u wel. Dan geef ik nu het woord.